Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie is bereid de groep eersteklassers en onderinspecteurs van het KPS te bevorderen. Politieambtenaren in deze rangen hebben gisteren actie gevoerd voor het Juspolgebouw, omdat zij ontevreden zijn over het bevorderingssysteem bij het KPS. Om de actie te legaliseren heeft Milando Atompay, secretaris van de Surinaamse Politiebond, zijn ondersteuning geboden. In een telefonisch interview met onze nieuwsdienst zegt hij dat de minister vanmorgen in een gesprek met deze politiefunctionarissen heeft aangegeven hen te zullen bevorderen, zolang hij de benodigde stukken heeft ontvangen. Atompay legt verder uit dat de opleidingen niet op gang komen, waardoor de politieambtenaren niet bevorderd kunnen worden. Het gaat erom dat het systeem bij KPS verziekt is. Mensen krijgen de gelegenheid niet om opleidingen te volgen, om door te kunnen groeien. En die mensen hebben jaren aan de bel getrokken. Wij van het bondsbestuur hebben dat ook jaren gedaan. In die 4 jaar hebben we het ook telkens weer gedaan. En uiteindelijk is er wel een opleiding gekomen. Maar vanwege de ontstaande situatie kan die opleiding niet doorgaan. Dus weten die mensen ook niet hoe verder. Dus er is toen gesteld om die mensen te bevorderen, gezien het systeem niet werkt en daarbij kan 1200 eerste klassers zijn. En daarvoor heeft het bondsbestuur van de Surinaamse politie wel hard voor gevochten. En die opleiding die is er, we weten niet wat er gaat gebeuren. Dus er is toen werk van gemaakt om die mensen te bevorderen. Maar we hebben op verschillende momenten met de mensen gecommuniceerd. Maar blijkbaar was dat niet voldoende voor die mensen. Dus hebben ze zelf besloten om de minister rekenschap te vragen. Atompay gaf verder aan dat het niet lang zal duren voordat deze politieambtenaren bevorderd worden. Hij verwacht niet dat de wisseling van de wacht invloed zal hebben op het bevorderingsproces van deze leden van het KPS. Ik proef dat die mensen daarvan uitgaan dat hun zaken geregeld moeten worden voor de wisseling van de wacht. Maar als op eigen titel zeg ik dat we ons niet daarop moeten blind staren, omdat we met instituten te maken hebben en niet met personen. Begrijpt u? Ja. Het systeem is verziekt. Begrijpt u? Het systeem werkt niet. Wie er dan ook komt met een gezond verstand, kan je zien dat het geheel ziek is en dat er iets gedaan moet worden. Dus als lid van het bestuur kan ik ervan uitgaan dat het binnen die 10 dagen gedaan moet worden. Mm-hmm. Wat ik wel weet is dat het gedaan moet worden en dat het gedaan zal worden. Milando Atompay, secretaris van de Surinaamse Politiebond. Onze nieuwsdienst sprak hem in verband met de spontane actie die gisteren is gevoerd voor het Juspolgebouw. Atompay benadrukt dat de bevorderingen zullen komen.